Welkom bij Stug, het programma voor en door studenten. Vandaag laat Rebecca zien waarom haar fiets een opknapbeurt verdient, speelt de band van Cleopatra waar het spelen kan en draaien we in het kader van het naderende heerlijk avondje een Stug klassieker. Maar we beginnen met onze eigen MTV Cribs, Huis. Rustig, welkom in mijn kamer. Nou, dit is eigenlijk mijn woonkamer, eetkamer, slaapkamer, alles. This is how we do it when we do it. Like we just wanna tear the club up. We do it like ain't nothing to it. The way we do it, now everybody put your fucking hands up. Let's go. Dit is mijn kledingkast. Ik heb het zelf ooit een beetje provisorisch opgehangen, dus ik wacht eigenlijk nog op de dag dat het naar beneden komt. Yeah. Dit is mijn vriendenboek. Die heb ik vrijdag voor mijn verjaardag gekregen van mijn vrienden. Normaal krijg je die als je 8 wordt, maar ja, mijn vrienden die dachten dat is vast heel leuk. Ze hebben het ook allemaal ingevuld. En heel vaak komt het te sprake dat ik heel erg dolfijnen haat. Fuck you, dolfijn! Hey! En dan komen we bij de koelkast. Voorheen moest ik hem altijd delen met mijn huisgenoten in de keuken daar. Maar toen mijn clubgenootjes vroegen wat ik voor mijn verjaardag wilde, riep ik heel erg een koelkast. Want dat riep ik bij iedereen die het vroeg. En toen vierde ik woensdag mijn verjaardag. En toen mocht ik ineens niet meer op de gang komen. En toen het tijd was voor mijn cadeautjes, stond ineens deze geweldige koelkast voor me. Met allemaal foto's van mijn club. Dus dat was echt heel erg leuk. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card like it's your birthday. Nou, en dan komen we bij mijn bed. Iedereen die hier komt is vrijwel direct verliefd op mijn bed. En dat komt niet alleen omdat hij natuurlijk heel chill ligt. Maar ik heb ook een hele grote vriend hier. Mensen die hem niet zo aardig vinden, die noemen hem ook wel de Albertus. Nou, dan komen we nu bij de keuken. Hier is waar er altijd wordt gekookt en nou ja, eigenlijk niet wordt afgewassen. Ja, het is gewoon een chille keuken, want we hebben alles over koelkast. Dus het is allemaal hartstikke goed. Nou, dit is de wc. Het kleine kamertje van het huis waar iedereen wel een beetje van zijn dag besteedt. Okay. Dit is de douche. Hier douchen we elke dag en er zijn heel veel mooie zwarte steentjes. Oh, dit is ons dakterras. Hier barbecuen we zomers altijd. Dat is altijd heel gezellig, lekker in het zonnetje. Dus ideaal. Ik denk niet dat veel mensen kunnen zeggen dat ze zo'n chill dakterras hebben. Nou Stug, jullie hebben mijn dakterras, mijn keuken en mijn slaapkamer gezien. Ik moet naar college, dus jullie mogen er weer vandoor. Nou, snel. Hoi, wij zijn Becoming Hearts en wij spelen namens Cleopatra ASG op 6 december in Huis de Maas voor Fraternity Feud. So come and check us out and remember the 6th of December. De Groninger Studentenverenigingen Bands gaan volgende week in Huis de Maas uitmaken welke band zich echt de beste mag noemen. We lieten je de afgelopen weken de kanshebbers zien en horen. Vandaag is het de beurt aan de band van Cleopatra. Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Mag ik een bestelling? Ja.
Echt niet? Even heel snel zo, heel klein stukje. Oké. Okay. Drop it and flush it, face down, ass up, and that's the way I like to fuck you. Bend over, baby, I'm locking, drive me crazy. You know that heartbreak is a motherfucker, but the only way to stop it is to grab this crap and grab it. Blessing the weak, and so am I. So I hope you don't mind, gonna let this in my mind. I hide my face in a special place, and drown into the valley between your eyes. In this crowd of two, oh, I kiss. Een tijdje terug was Roze Zaterdag en toen deden we met de gemeenteraad mee met de parade. En dan kon je ook de roze fiets waar we toen op zaten, dat was een AOW's fiets, die kon je toen ook kopen en die heb ik toen gekocht. Ik verdien deze pimpbeurt omdat die bij de Golden Arm, natuurlijk een roze fiets, mijn banden zijn lek gestoken en mijn zadel in het fik is gestoken. En ik vind dat dat wel een goede reden is om een pimpbeurt te krijgen. Beide banden zijn dus lek gestoken, dus binnenband en buitenband, voor en achter. Mijn zadel is in de fik gestoken. Ik zag dat mijn slot ook verbrand was. Dus ik heb echt die pimpbeurt nodig. Vind jij ook dat Rebecca's krakfiets een tweede kans verdient? Ga naar onze Facebookpagina. Like dit filmpje en zorg ervoor dat Rebecca's fiets gepimpt wordt. De krakfiets met de meeste likes wint de professionele opknapbeurt. Dit vind ik leuk. Remma. Jammer. Dat is helaas. Ja, is natuurlijk heel jammer. En er komt er gelukkig nieuw in de plek. Maar is toch onze dagelijkse behoefte, hè, zou ik het zo zeggen. Vanochtend zat hij er nog naar mijn idee en nu is hij weg. Ja man, dat is lekker eten man. Heel erg jammer. We gaan naar de Veepo, we gaan naar de Veepo. Dag lieve Veepo. De Stug Klassieker. Jullie zullen wel denken, hij heeft niet zijn normale kokmuts op. Dat komt omdat het Sinterklaas is en vandaag gaan we kruidenoten maken met chocola. Voor de chocolade kruidenoten hebben we nodig je eigen letter, chocoladeletter, pepernootjes en twee pannen. De ene wat groter dan de ander. We gaan namelijk de chocolade au bain-marie verwarmen. In het iets wat grotere pannetje doe je de water. Zet het fornuis aan. En dan eens even wachten tot het water kookt.
Ondertussen kun je de andere, wat kleinere pan, kun je erin zetten. Oh, jezus. Ja, hè. De chocola kan in het pannetje. Even doorroeren. Zoals je kan zien is de chocola dun geworden. Men drapeert chocola over de noten. Stop hem nog heel even in de oven. Ja, ik weet niet echt of het in de oven moet, maar ik weet wel dat je een lekkere, mooie bruine pepernoten krijgt als je ze nog even een tikje meegeeft in de oven. Daarna moeten ze natuurlijk de ijskast in, want, dames en heren, de chocola moet stollen over de noten. Ik denk dat ze een tikje wel gehad hebben. Dus ik ga ze eruit halen. Zo, kijk. En nu gaan we even naar de ijskast. Zo, even koelen. Sinterklaas. Mooi hoor. De noten zullen inmiddels wel klaar zijn. Lekker hoor. En smullen en fijne feestdagen. En niet te veel drinken. Geweest, Arjan, of krijg je geen, anders krijg je geen kruidennoten. Nou, geniet ervan. Kon er nog een nootje. Een variatietip is dat je het ook nog met chocoladepasta kan doen.